Voor Food Truck Festival hoeft het geen zomer te zijn. Eten, drinken en dansen doe je bij Bumper Kluiven in de Grote Kerk. De gezelligste kerkdienst van het jaar. Hey, goedenavond. Wat bracht jullie hier, een Food Truck Festival in een kerk? Ik ging eigenlijk sushi eten, toen kwam ik deze ouwe heer tegen. En zodoende staan we nu hier. In een kerk. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het geniaal. Ik vind het alleen zonde, want dit is een weekend, toch? Of is het meerdere weekenden? Het is een weekend, van vrijdag tot zondag. Ja. Als je ziet hoe een saamhorigheid hier is en hoe gezellig het is. En iedereen, de kinderen, het loopt er allemaal rond. Dit zou heel de winter moeten zijn. Nou, ik ben helemaal voor, ja? Ja, in zo'n koude periode, lekker warm bij elkaar. De kerk is trouwens goed op temperatuur en het is nogal een ruimte. Wat zien we er mooi uit? Dank u wel. Ja, dank u wel. Van waar deze prachtige outfit? Zo zijn wij geboren. Ja, zijn Pip en Toe. Ja. Leg eens uit, wat doen jullie hier? Van de 10 keer zorgen wij ook voor de toiletten, maar vandaag niet. Wat is het lekkerste dat je al hebt gegeten? Lekkerste? Ik denk de quesadillas. Quesadillas, ja, ja, oké. Okay. Heel lekker, ja. Wat maakt de quesadillas nou zo speciaal hier? Goede porties, redelijke prijs. En gewoon goede ingrediënten, lekker. Nou, wacht even hoor. Want dan maak ik gelijk reclame voor die vent. Want het was echt heel lekker. Echt heel lekker, oké. Okay. Wow, cakes. Oké, en wat moet ik mij daarbij voorstellen? Die verkoopt macarons. Nou, echt. Jij denkt, ik ga lekker eten, dineren en ik ga macarons eten. Ja, ik liep er voorbij en hij verkoopt macarons, ja. En zodoende heb ik een macaron gegeven, want ik ben dol op macarons. Bij de ene man. Ja, bij de lekkere fucky duck. Nou, doe wat dan? De fucky duck. Nou, dit is... Als je nou trek hebt, moet je daar naartoe. Dat is lekker. Daarnaast staan de poffertjes. Ja. Jam, 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 jam. Altijd goed, hè? De meneer van de pulled pork. Ja. Die zei van, hebben jullie mijn happy al op? Hey, ik hoorde net dat jullie quesadillas super lekker zijn. Wat maakt ze zo lekker? Dan moet je even aan de eigenaar vragen. Nou, we doen ze eigenlijk een beetje op het eigen twist. In principe, in Mexico Bro maken ze van maismeel. En wij maken ze van Libanees brood. En dat is over het algemeen, nou, ik kan het wel laten zien, is het wat groter. En dat vullen we dan met 3 variaties. En dan hebben we een geheime tomatensalsa, wat het heel erg lekker maakt. En dan leggen we onder de grill en dan maakt het grill knapperig als het ware. Super goed. En wat kunnen we daar nou het beste bij drinken? Het beste bij drinken? Ja, ik vind zelf altijd een speciaal biertje toch wel erg lekker bij, moet ik zeggen. Ja. Klinkt ook wel heel Breda's. Ja. Ik denk vooral dat dit uniek maakt de sfeer. Ik vind dit wel heel erg leuk dat het in de kerk is. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik ben veel Food Truck Festivals geweest, maar de kerk vind ik wel heel erg leuk. De sfeer. Ik ben heel benieuwd hoe dadelijk de Silent Disco is. Ik hoor daar goede verhalen over. Dus dadelijk om 7 uur daar zeker even een kijkje nemen. Lekker eten, gezellige mensen, lekkere drankjes. Wel top dus. Ja, zeker. Geniet ervan. Dankjewel, fijne avond nog.